Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. We waren in Nikeri, dus we spraken de districtscommissaris, de burgermoeder, over de ontwikkelingen in haar district. Blijf u kijken. Zo, we zijn in het district, we zijn de burgermoeder. We gaan het eerst hebben over het evenement van Telesuur, de Business Professional Networking Event. Wat vindt u ervan dat er aandacht wordt besteed aan de zakelijke partners in uw district? Goedenavond. Telesuur, keeping us in touch. Het is zeker belangrijk voor het bedrijfsleven in de eerste plaats dat zij de mogelijkheden geboden worden om hun producten beter aan de man te brengen, maar ook hun bedrijf beter te runnen. Dus waar ze ook ter wereld zijn, moeten ze kunnen promoten, maar ook bereikbaar zijn, toereikend zijn voor het volk, voor hun cliënten. Dat is zeker goed te noemen. En de mogelijkheden die net hier allemaal aangehaald zijn, die bestaan reeds al in de wereld. En wanneer Telesuur nu dit ook wel implementeert, welke reeds al gestart is natuurlijk, nou is toch prachtig. Dan gaan we het nu hebben over uw district. Prachtig district trouwens. Als we kijken naar Nikeri en de ontwikkelingen, zeker vanaf uw zittingsperiode als burgermoeder, wat kunt u daarover vertellen? Nou, laat mij aangeven. Kijk, we hebben overgenomen als regering. We zitten in een stormy, een stormy jaar zal ik het maar noemen. Waarin de storm gaat liggen, dan weet je dat er veel schade is. En dat hebben we overgenomen. Maar je wil niet terugkijken, maar je kijkt wel van vooruit. Van, sinds de regering dus een zitting heeft. Het is moeizaam verlopen. Het is heel moeizaam verlopen, omdat je heel veel zaken moet gaan aanpakken. En het gekke ervan is, vooral voor Nikeri, toen ik aantrad als DC, was het eerst met de Kubanen. Dan had je wateroverlast. Dus allerlei toestanden hebben we gekend. Dus vanaf dag 1 was het een uitdaging. En het is zeker goed te noemen dat we getracht hebben met alle ministeries samen met de regering onze zaken toch te redden in Nikeri. Een simpel voorbeeld is voor het commissariaat. Sinds ik me kan heugen was alles onder water. Het is aangepakt door de regering. En thans loopt het niet meer onder water voor het commissariaat. Dat is een beginpunt bijvoorbeeld, noem ik dat. Nou, als je kijkt naar de productiesector, laatst nog kleiwegen opgeleverd door een ondernemer, waarbij de president zelf aanwezig was. Het gaat om lijn 1 tot en met 7, tot en met 5, alles is aangepakt. Dus de boeren hebben nu de ruimte, ja, om met hun machines over de rijstvelden te gaan, naar de rijstvelden te stappen. En er is ook nog in de maak 120 kilometer aan te pakken voor de rijstboeren. En daarnaast, wat nog heel erg diep is natuurlijk, de woongebieden aanpakken. Want je kan brandjes blussen, maar je moet het een keertje toch structureel oplossen. Dat is een keerpunt eigenlijk voor mij dat nog moet plaatsvinden. Maar langzamerhand moet dat wel lukken. Los van die zaken is het zo dat we werken aan een schoon milieu. Heel erg belangrijk. Er worden heel veel projecten gedaan samen met NGO's, met IDB, dan praat ik over waterschappen. Dan hebben we UNDP die heel veel ondersteunt. Je hebt ook een Canadese ambassade, dan praat ik over BIBAS in samenwerking met andere partners die dit project doen. Wij hebben samen met een bureau gemeenschappelijke projecten voor financiën, CAPRES, een toiletgroep kunnen afbouwen voor het volk. Dat staat naast het commissariaat. Laatstelijk hebben we nog 2 bruggen kunnen leveren. Dat zijn die kleine projectjes. Maar in belang van het volk, de schoolkinderen, de burgerij die daar wonen. Nou, dat komt goed van pas. Andere zaken die in de maak zijn, is het een liefdespark bijvoorbeeld. Het park. Wat nog loopt is het NIS-gebouw. Ons NIS-gebouw. Welke dus een... reeds al binnen is, kan je zeggen. Die wordt gefinancierd door India. Dus die is ook in de maak. Het zwembad wordt ook aangepakt, maar prioriteit was voor ons, of is voor ons, het NIS-gebouw. Verder gaan we nog krijgen een landbouwschool, maar ook een Benatin-complex. Dat is ook reeds in de pipeline.
een ICT, een moderne ICT-centrum. Dat komt ook in Nikeri. Het zijn allemaal, kijk, je hebt dossiers, je hebt projecten, maar je moet ze indienen. Je weet, het verloopt niet zo hoe het moet gaan. Kijk, wanneer mensen geld geven, moet het met het secuur toegaan. Je moet geen fouten maken. Het is verantwoording, afleggen. En dan neemt het tijd in beslag. Dan kijk ik naar de markt. Ons markt natuurlijk. Het is weer labwerk natuurlijk hier en daar. Maar we praten over een nieuwe markt. Er zijn inschrijvingen gedaan, maar zoals de minister aangegeven heeft, zijn er geen mensen die graag willen investeren vanwege de koersontwikkelingen. Maar gelukkig zijn er toch nog mensen die willen doen. Dus er is iemand die wel wil investeren, dus dat komt nog. De sleephelling, Reza Bikipan, heel erg bekend in de wereld. Die keer iedereen gaat naar daar voor de flora en fauna. Dat wordt ook aangepakt. Dus langzaam proberen we toch kleine dingetjes te doen voor het volk. Heel erg belangrijk is dat we proberen in het district rust en orde te hebben. Dat is zeer belangrijk. Dat we positief blijven en dat we onze krachten willen geven aan de ontwikkeling van het district. Je mag aan de zijlijn staan, maar dan bereik je niets. Als je een plan hebt, als je een idee hebt, heb je een voorstel, stap ermee naar de functionaris, naar het desbetreffende ministerie. En zodat we in een PPP-verband kunnen kijken hoe we het kunnen oplossen of hoe we het kunnen aanpakken. Het kan private-private worden, het kan private-public worden. Alle mogelijkheden zijn er. Maar alleen moeten de mensen willing zijn om het toch te willen doen. De regering biedt alle mogelijkheden. En zelfs natuurlijk onze port of Nikeri. Ja, de grote launch hebben we gehad vorig jaar. Maar en die komt ook wel. Die komt wel, samen met havenbeheer. En daarvoor moet je ook een aantal scopes gaan doen. En dat neemt ook tijd in beslag, maar het komt wel. Met de oil and gas straks ook. Dus ik denk dat we goede vooruitzichten hebben. En natuurlijk is het ook zo dat ook de economie van Nikeri een beetje gaat groeien. Maar je moet nagaan, met een port willen zeggen je hebt voedsel nodig. Dat wil zeggen je hebt een huisvesting nodig. Van alles en nog wat, dus alles moet gaan groeien. Maar heel erg belangrijk voor mij als deze is dat we ook de mensen de tools geven om zelfvoorzienend te zijn. Dat is heel erg belangrijk. Hè? Kijk, de productiesector moeten we gaan ondersteunen. En daarvoor hebben we dus LVV, maar ook andere stakeholders die graag meedoen. En LVV is druk bezig daarmee. En samen met andere actoren. Maar ik ben ook bezig met ook andere mensen te kijken hoe die kleine man kunnen helpen. Je zegt wel, je kan ze vissen geven. Maar liever die gewoon hengel toch? Laat ze zelf gaan hengelen en vissen. Maar de tools moet je ze wel aanbieden. De trainingen moet je ze geven, van hoe het wel kan, hoe het niet kan. Je moet ze upgraden. En daarvoor heb je sowieso kader nodig. Wat u aangeven, LVV, we hebben een aantal acties hierover gebracht. Ze zijn continu bezig met het lanceren van nieuwe productiemogelijkheden. Hoe zal dit moeten bijdragen aan het verbeteren van Nikeri? Als we kijken naar bijvoorbeeld, ze hebben de Marcusa-industrie gelanceerd. Ze hebben heleboel projecten met SAMAP. Hoe zal dit beneficial zijn voor uw district? Kijk. Marcusa was al lang begonnen. Het Marcusa-project was al lang begonnen. Was een beetje gestaag gaan lopen. Maar ze hebben weer erop opgepakt. En nu wordt het groot aangepakt. En in Nikeri gaat het ook starten. We hebben hier mensen die reeds bezig waren met Marcusa. Maar nu is het echt wel meer focussen van aan productie, omzet, weet je, en export. Als u moet kijken naar de jongere participatie in uw district. Bent u trots als burgermoeder? En wat zijn de feedbackpunten naar de jongeren toe? Kijk. Ten eerste, als Nikeriaanse vrouw zeg ik, ben zeker trots op Nikeri, de studenten van Nikeri. Want Nikeri jarenlang op nummer 1 staat, wat dat betreft, hè, wat scholing betreft. Dus dat is zeker een punt om zeer trots op te zijn. Ik ben een geboren getogen Nikeriaan die terug is hier in Nikeri. En onze kinderen gaan door alle omstandigheden toch nog door. Dat is om trots op te zijn. Dat ze niet opgeven. En je ziet dat ze ook proberen om bij te blijven van alles en nog wat. Kijk, tegenwoordig hebben we de jeugd en verkiezingen, hè? En jeugdraadverkiezingen. En ik zie dat er heel veel jongeren meedoen. Dat doet goed. Kijk, je moet durven om dingen te doen, hè? Maar daarvoor heb je ook een goed voorbeeld nodig. Je moet de studenten, nogmaals, ik gebruik het woord tools, hè? Bied hun het platform aan.
Dat is belangrijk. Laten ze hun mening ventileren. En moeten ze blijven ondersteunen. Dus vanuit deze pak wil ik zeggen, niet bang zijn. We zeggen vaak genoeg, de jeugd is de toekomst van morgen. Maar we moeten ook in de tools geven, het platform geven, dat ze zich vrij uit kunnen ventileren. Hun meningen kunnen geven, maar ook dat je hun ook sterk maakt voor een sterk Suriname. Omdat zij straks het land moeten helpen ontwikkelen. Zij moeten ook inderdaad overnemen, maar als ze niet sterk gemaakt worden, dan gaat het niet lukken. En daarvoor hebben we dan goede mensen nodig. Ja, sterke leiders, sterke mentoren, sterke opvoeders nodig. En mensen die er bijvoorbeeld, studenten bijvoorbeeld, kinderen bijvoorbeeld, die nog een beetje niet durven. Die kinderen moeten we denk ik meer gaan helpen. De groep die al weg is, is al weg. Die heeft deze platform. Maar de groep die nog achterblijft en nog niet durft, ik denk dat we meer aandacht moeten besteden aan. Dan denk ik aan de drop-outs bijvoorbeeld. En laatst, vorige week is er ook een training gestart door SAO. Waarbij 86 studenten geregistreerd hebben voor 4 richtingen. Verpleging, lassen, gawasa, koeltechniek. Dus er is wel animo. En vandaag had ik ook wederom een team dat ze meer vragen. Dus er is wel behoefte aan. Dus SAO is continu bezig. Dat is het ministerie van AWJ. Dus het loopt wel. Alleen moet de willing er zijn. Oké, ter afsluiting, het is zo meteen 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Hoe kijkt u ernaar als zelfs te zijn van Hindoestaanse afkomst? Ik ben bijzonder trots. Ik ben bijzonder trots dat ik als Hindoestaanse vrouw hier mag staan met een bepaalde functie. En voor alle anderen, omdat wij de afstammelingen zijn van onze voorouders, dat geeft aan dat ze goede nalatenschap hebben achtergelaten. En dan zouden we vandaag hier niet mogen staan, als vrouw vooral. En ze zijn hier naartoe gekomen, ze hebben zeer hard moeten werken. Trouwens ook de andere bevolkingsgroepen natuurlijk, maar als we sec praten over hun bestaanen. Ze hebben hard gewerkt, ze hebben een weg geplaveid voor ons. En vandaag dat we allerlei functies mogen bekleden en dat we mee mogen helpen om het land te ontwikkelen, dan zeg je van, thank you very much. Echt waar, thank you very much dat we in staat zijn vandaag een bijdrage te leveren aan ons geliefde Suriname. En haar 50 jaar is geen 15 jaar, is ook geen 50 jaar. Wat we meegekregen hebben van hun, toch? Onze cultuuruitingen, alles wat er omheen zit. Hè? De taal, onze voeding, onze waarden en normen, onze gewoonten. Is prachtig. En dat we nog in stand hebben kunnen houden, na 150 jaar, dat is wonderlijk. Dat is wonderlijk, echt waar. En dan vraag ik bij deze dat alle bevolkingsgroepen hun etniciteit bewaren. Dat is belangrijk, want dat maakt dat je een identiteit bent. Als je identiteit verliest, dan ben je niemand meer. Want dat bepaalt wat je bent in het leven. En dat moet je nooit verliezen. En daarom moeten we onze kinderen, onze kleinkinderen, ook alles meegeven wat wij hebben gekregen van onze ouders. Zodat ze dat kunnen beschermen, maar ook ermee door kunnen gaan. Want als we dat verliezen, dan staan we nergens. Dank u wel, DC, voor uw wijze woorden. U zei maar 5 minuten, maar belangrijker dan dat gesproken. Dus hartelijk dank voor uw tijd. Een fijn weekend in Nikeri. Is veilig, vriendelijk. Dus het komt goed. We blijven positief, dat is belangrijk. En iedereen die negatief is, vraag ik om je ommekeer te maken. Blijf positief en het komt, ja, het komt goed, maar je moet ook ervoor werken. Positiviteit is zeer belangrijk. Je mindshift, zodat je ook gezonder wordt. Want een positieve mind zorgt dat je gezond wordt, een gezonde mind hebt. En je lichaam werkt daaraan dan. Thank you very much. Dat was het wat betreft het eerste deel. We spraken de districtscommissaris over de verschillende ontwikkelingen in het district. Als u er nog niet bent geweest, zou ik u wel echt aanraden dat te doen. En eigenlijk alle districten zo een beetje beter te leren kennen.
In het tweede deel gaat mijn collega Sifra praten met enkele nieuwe kandidaten van het Nationaal Jeugdraad. Blijf u kijken. De verkiezingen van het Nationaal Jeugdraad 2023 zijn op komst. En wij van In Gesprek Met maken nader kennis met de kandidaten. Hierover veel meer in deze aflevering van In Gesprek Met. Onze eerste kandidaat die we aan u gaan voorstellen is de heer Rajiv Goodin uit Paramaribo. Meneer Goodin, welkom in Gesprek Met. Ja, dank u wel. Alvast bedankt voor deze gelegenheid dat ik mezelf kan presenteren. Graag gedaan, geen probleem. We willen ook allemaal weten wie de kandidaten zijn. Maar om bij u te beginnen, u bent van Paramaribo. Waarom heeft u zich kandidaat gesteld om lid te zijn of te worden van het Nationaal Jeugdraad 2023? Nou ja, een beetje over mij. Ik hou altijd ervan om te helpen. Ik heb altijd geprobeerd om te helpen om me heen. En verder, ik zit ook nog in de Rotary Club of Genesis, de sociale organisatie. En ik heb ook gezien hoe zij projecten draaien en organiseren. En ik zou graag een handje willen helpen op nationaal niveau. Om dan eigenlijk mijn bijdrage te leveren om een positieve invloed te hebben op de jeugdigen van Suriname. Helemaal. Het is heel leuk dat je ook nog zit in Interact. Maar wat zijn nog... Rotary. Ja, dankjewel. Wat zijn nog meer van je ambities die je hebt die je zou willen bereiken als je zou worden gekozen als een van de leden van NJR? Nou, als eerst eigenlijk de motivatie van jongeren om zichzelf verder te ontwikkelen en te scholen. Mag het zijn een cursus of een opleiding. Omdat, kijk nu, als je jong bent, dan denk je van oké, hoe zie ik het zitten in het land? En ja, het is moeilijk. Maar kennis is eigenlijk, kennis gaat altijd met je mee, wat er ook gebeurt. En daarom wil ik eigenlijk de jongeren motiveren om kennis op te doen. Gewoon als het op je eigen, als het zelf is of door een opleiding. Verder wil ik ook nog het invoeren van cursussen op de scholen, op elk niveau, aangepast naar het niveau. Over hoe je ga je met geld om, hoe werkt het land, hoe werkt het bestuur. Keuzes worden op basis gemaakt van wat en hoe moet je omgaan met verantwoordelijkheden naarmate je ouder wordt. Dit eigenlijk omdat je wil de jongeren aanleren hoe ze moeten omgaan, hoe ze het leven gaan zien. En ja, hoe ze het leven tegemoet gaan eigenlijk, soort basic life skills om zichzelf te helpen. En als laatst ook het stimuleren om jongeren in Suriname te houden, want we hebben alle jongeren nodig, we hebben alleen maar professionals nodig om Suriname verder op te bouwen en ook weer mooier te maken dan Suriname al is. Ik ben zelf ook student. Ik had de mogelijkheden om weg te gaan. Ik had de ondersteuning van mijn ouders. Maar ik heb toch gebleven, toch ervoor gekozen om te blijven in Suriname. Omdat ik hou van Suriname en ik wil Suriname verder zien groeien. Heel mooi opgezomd. En als men dan toch nog zou twijfelen met al hetgeen dat je wilt hebben, met je ambities, waarom zou een jeugdige van 12 tot 25 jaar ervoor kiezen om op jou te stemmen? Nou, omdat ik vind dat ik de juiste persoon ben voor de job. Omdat door mijn ervaringen en ik heb heel veel passie om Suriname te zien groeien. Ik heb heel veel passie om mensen te helpen. Ik wil echt iedereen zien groeien. Ze zeggen ook, je moet de berg beklimmen. Niet om neer te kijken op mensen, maar om mensen ook te helpen naar boven. Dus dat zijn eigenlijk mijn doelen. En ik wil gestimuleerde mensen zien, gemotiveerde mensen. Omdat met de economische situatie van het land is het wel moeilijk om hoop te hebben. Maar ik wil graag de hoop van de jeugdigen zien. En tot slot mag je een oproep doen naar de jongeren tussen 12 en 25 jaar om 1 juni massaal naar de stembus te gaan. Voordat ik dat doe, wil ik even zeggen, ik wil dat we focussen op vooruitgang, op vooruitstreven. Want een auto heeft niet zomaar een grotere vooruit dan een achteruitkijkspiegel. Je kan niet vooruit gaan zonder naar voren te blijven kijken. Wat is gebeurd, is al gebeurd. We moeten eraan werken om beter te zijn, om een betere toekomst te creëren voor Suriname. En als je eens bent met mijn doelen, stem op 1 juni 2023 dan op kandidaat nummer 3 van Paramaribo, Rajiv Goodin. Be the change you want to see. Dank u wel.
Kijkers, onze tweede kandidaat die we aan u gaan voorstellen is mevrouw Gracelyn Amotan van Wanica. Mevrouw Amotan, welkom ook in uw gesprek met. Dank u wel. U ook de vraag. U heeft zich kandidaat gesteld voor het Nationaal Jeugdraad van 2023. Waarom heeft u die stap gemaakt? Omdat ik meer wil betekenen voor jongeren van mijn omgeving. Jongeren van mijn school, niet alleen op school in mijn omgeving, maar ook jongeren van Suriname. En ik wil ook meewerken aan het jongerenbeleid, omdat ik vind dat er meer activiteiten kunnen worden georganiseerd voor jongeren van Suriname. Heel mooi gezegd. Wat zijn nog meerdere ambities die je hebt die je zou willen bereiken, mocht je worden gekozen als lid van het Nationaal Jeugdraad? Sportieve, recreatieve en educatieve activiteiten organiseren voor hangjongeren. Het stimuleren van jonge ondernemers. En jongeren ook stimuleren met hun mental health, dus hun mentale gezondheid. Omdat ik merk dat jongeren hebben te kampen met depressie, vandaar moordgedachten. En ik vind ook dat naar een psycholoog gaan, jongeren ook laten weten dat naar een psycholoog gaan, niet is dat je gek bent. Niet wil zeggen dat je gek bent. Maar je kan daar je problemen ook uitpraten. En heel leuke ambities, dat je ook denkt sowieso aan de jongeren. Waarom zou men dan op 1 juni 2023 op Gracelyn Amotan moeten stemmen? Om me de kans te geven zodat ik al deze mooie plannen kan realiseren. Tot slot mag je een oproep doen aan de jongeren tussen 12 en 25 jaar om 1 juni massaal naar de stembus te gaan. Dus jongeren van Suriname, ik wil jullie aanraden om op donderdag 1 juni te gaan stemmen en ga jullie massaal. Stem op donderdag 1 juni op Gracelyn Amotan, kandidaat nummer 1 van het district Wanica. Go put you sting. Jouw stem telt. Kijkers, de volgende kandidaat die we aan u gaan voorstellen is de heer Shifaru Marto Di Harjo en hij is van Kamowena. U ook, meneer Marto Di Harjo, welkom en in gesprek met. Dank u wel. Het is een hele eer om hier te zijn als jeugdraad kandidaat van Kamowena. Dank u wel. Mooi. Dan vallen we ook direct met u met de deur in huis. U heeft zich kandidaat gesteld voor het district Kamowena. Waarom heeft u ervoor gekozen om te gaan als lid van... als kandidaat, als lid van Nationaal Jeugdraad? Nou, dat is een heel mooie vraag die u heeft gesteld. Voor mij althans is het heel belangrijk op praktische en theoretische niveau, zodat ik mezelf kan ontwikkelen. Maar ook voor de jongeren. Ik doe het ook meer om de jongeren, omdat een van mijn vrienden me heeft gemotiveerd om erin te gaan. Die persoon heeft gezegd van, Shifaru, ik vind je heel kritisch, ik vind je heel oprecht. Waarom ga je niet voor jeugdraad? Toen dacht ik van, moet ik echt gaan? Heb ik een stap genomen om te gaan. Zo, ja, dit is mijn reden ook om te gaan. Is eentje voor mezelf en eentje voor mijn vrienden en het jeugd. Heel mooi. En wat zijn uw verdere ambities? Wat zou je zelf willen bereiken, mocht je gekozen worden als lid van het Nationaal Jeugdraad? Of wat wil je bewerkstelligen? Nou, aangezien mijn 3 main actions, onderwijs, sport en ondernemerschap mijn doelen zijn, wil ik me daar echt focussen erop, zodat ik meer ontwikkeling en verbreding wil hebben onder de jongeren hierin. En waarom zou de Surinaamse jeugd tussen 12 en 25 jaar op Shifaru moeten stemmen op 1 juni 2023? Nou, ik ga niet zeggen dat het moet, maar we leven nog steeds in een democratisch land. Ik zou zeggen van, als jij weet dat jij op sport, onderwijs en ondernemerschap verbetering wilt hebben en ontwikkeling, dan weet je waar je moet, weet je waarvoor en waarom je moet stemmen op mij. Shifaru Marto Di Harjo. En tot slot mag je een oproep doen naar de jongeren dat waarom zij massaal moeten stemmen op 1 juni 2023. Jongeren van Kamowena, ik ben Shifaru Marto Di Harjo, kandidaat nummer 4 op het lijst. Waarom moeten jullie op me stemmen? Het is zo,
dat ik beloof niet, ik probeer, maar ik doe het. Als je weet dat je op sport, ondernemerschap en onderwijs veel in verbetering wilt hebben, veel ontwikkeling wilt hebben, dan weet je waar je moet zijn. Shifaru Marti de Harjo, nummer 4. Dankjewel. Onze volgende gast die we hebben is mevrouw Ogendely Main vanuit Para. Mevrouw Main, welkom in gesprek met. Yes, dank u wel voor uw uitnodiging. Helemaal. We vallen ook met u direct met de deur in huis. Waarom heeft u zich kandidaat gesteld van de Nationale Jeugdraad van 2023? Nou, waarom ik mezelf heb gesteld als kandidaat? Een van mijn passies is jeugdwerk, vandaar mijn opleiding pedagogiek. En ik wil graag een stem zijn voor de jongeren in mijn district en ook geheel Suriname. Omdat wij jongeren hebben opgemerkt dat er vaker niet naar ons wordt geluisterd. En daarom wil ik een stem zijn voor wij jongeren in geheel Suriname. En in het bijzonder mijn district Para. Mevrouw Main, wat zijn uw verdere ambities? Mocht u gekozen worden als lid van Nationaal Jeugdraad, wat ziet u dat u graag zou willen bewerkstelligen in uw district? Nou, ik ben zelf niet daar opgevoed. Mijn moeder is leerkracht, waardoor ik een paar jaren in het binnenland was. Maar toen ik terug ben gekomen op Paranam, zag ik een grote ontwikkeling achterstand. Toch, ik zag zoveel hangjongeren. En ik had het al eerder aangehaald. Jongeren kregen geen gehoor. Toch? En het lijkt alsof men niet kijkt naar die jongeren van mijn district. Laat ik het zo zeggen, benadrukken Paranam. Want daar zijn we echt achter met wat ontwikkeling betreft. Sportfaciliteiten, als je kijkt naar die scholen. Dus laat zeggen, men kijkt niet echt naar de jongeren van Paranam. En daar wil ik ontwikkeling brengen. Ja, ik wil mijn bijdrage daar leveren, op dat gebied. En waarom zou men voor u of op u moeten stemmen? De jongeren tussen 12 en 25 jaar. Ik zou niet zeggen, moet op mij stemmen. Maar dat is een gezegde, alleen de dood moet. Maar ik wil u op het hart drukken, jullie als jongeren, om op mij te stemmen. Als u op zoek bent naar een kandidaat die zeker zal opkomen voor de belangen van de jongeren, in het bijzonder Para. En iemand die niet bang bent om fouten te maken, want uit fouten leert men. En iemand die creatief is, is mijn Ogendely uw kandidaat. Fetigi Ayug, Fetigi Tamara. Ik reken op jullie. Mevrouw Main, u mag dan nog een oproep doen naar de jongeren om massaal naar de stembus te gaan. Jongeren, heb jij de toekomst lief? Ga op 1 juni 2023 stemmen. Uno of Fetigi Ayug, Uno of Fetigi Tamara. Weet dat je stem telt. En in het bijzonder jongeren van Para stem op kandidaat nummer 2 op de kiezerslijst, Main Ogendely. Uno ofetigi ayug, uno ofetigi tamara. Volgende kandidaat die we aan u gaan voorstellen is de heer Guyen Maas. Hij is ook van het district Paramaribo. Meneer Maas, welkom in gesprek met. Dank u. Ook aan u dezelfde vraag. U heeft zich kiesbaar gesteld. Ik ga niet zeggen herkiesbaar, want het is een nieuw. Ja. Het is iets nieuws. Dus u heeft zich kiesbaar gesteld om lid te worden van Nationaal Jeugdraad 2023 van Suriname. Waarom heeft u ervoor gekozen om die stap te maken? Dus de reden waarom ik dat eigenlijk heb gedaan is omdat ik een stem voor de jongeren wil zijn. Om u een voorbeeld daarvan te geven. Ik ben zelf ook atleet. En ik ben vaker naar het buitenland geweest om Suriname te vertegenwoordigen. En er zijn vaak genoeg wat problemen die we tegenkomen wanneer we naar het buitenland moeten gaan. En door mezelf verkiesbaar te stellen, om de mogelijkheid te hebben om lid te zijn van de jeugdraad, kan ik dan dus ervoor zorgen dat die kleine aspecten verbeterd worden. Als ik ook kijk naar de buurten, zijn er vaak genoeg sportvelden, maar ze worden niet onderhouden. Dus al die dingen kunnen op tafel gezet worden. En er kan daarover gesproken worden, zodat er wat verandering daarin komt. Heel mooi, heel mooi. Wat zijn nog meer van je ambities die je zou willen
bereiken of zien te bewerkstelligen mocht je gekozen worden als een van de leden van Paramaribo? Yes, dus wat ik graag zou willen bewerkstelligen is dat alle jongeren kunnen genieten van die technologische wereld waarin we nu zijn. Hoe je draait of keert, gaan we mee moeten gaan met de technologie. En daar heb ik het over computers op alle scholen, zodat de kinderen dan daarmee mee kunnen. Ten tweede zou ik ook graag willen dat alle jeugdigen de kans krijgen om te genieten van sport en recreatie. Dus als het nou gaat om atletiek bijvoorbeeld, ik doe ook atletiek. Dus als het gaat om atletiek, dat we een goede baan krijgen waarop we kunnen lopen. Want er is heel veel talent in Suriname. We hebben het al gezien bij voetbal, we zien het nu ook bij atletiek. En om ervoor te zorgen dat al die jeugdigen een kans krijgen om zichzelf te tonen, moeten we dan die goede equipment voor ze hebben, die goede trainers voor ze hebben en natuurlijk die ondersteuning, zodat die talent ontwikkeld kan worden. Oké, okay. Ik zie dat je leunt meer in de buurt van sport, dat is goed. Ja. Want sport hebben we nodig om Suriname ook anders op de kaart te zetten. Maar waarom zou de jeugdige van 12 tot 25 jaar op jou moeten stemmen? Ja, waarom ze op mij zouden moeten stemmen? Ik heb een heel grote drive, dus ik ben bereid om die problemen die voor me gelegd worden aan te pakken, om erover te praten. Ik ben ook nog steeds in hun schoenen, dus ik weet om en bij waarom het gaat en wat voor problemen er allemaal zijn. En natuurlijk verwachten we ook advies van de jongeren uit, dus als er iets kan komen waar ze ons aan kunnen geven wat die problemen exact zijn. En dan kunnen wij dan ervoor zorgen dat die aangepakt worden. Dus daarmee zou ik ze willen motiveren om op mij te stemmen. Heel mooi. En tot slot mag je een oproep doen naar de jongeren toe om massaal naar de stembus, ik heb begrepen dat het online is, op 1 juni 2023. Je mag je oproep doen. Zo, ik zou alle jongeren willen oproepen om 1 juli te gaan stemmen. Nou, als ik zeg te gaan stemmen, het geschiet online, dus je hebt je ID-nummer nodig. Al die stappen zijn er online te vinden, dus iedereen zou dat kunnen krijgen. Maar het gaat dus om de leeftijdsgroep tussen 12 en 25 jaar. Ik roep iedereen op. Ik roep de ouders ook op om hun kinderen te ondersteunen, om hen te helpen, zodat ze kunnen stemmen. Ik ben Guyan Maas, ik ben kandidaat nummer 11 op de lijst van Paramaribo en ik heb graag dat jullie op mij stemmen.